Ondertussen is Eva Jinek gearriveerd voor haar eerste les. Totaal onwetend over de ophef in de groep bereidt ze zich voor. Ik doe mee omdat ik weet dat toen ik jong was, dat een paar mensen dingen tegen mij hebben gezegd die een groot verschil hebben gemaakt. Die mijn leven lang bij zijn gebleven. En ik heb altijd gedacht, als ik later in de positie ben om iemand te helpen, een keer, dan mag ik die kans niet aan me voorbij laten gaan. Dus toen de kans kwam, dacht ik, dit is volgens mij precies wat ik met mezelf had afgesproken. Waarom doe ik mezelf dit aan? Nou, ik ben sowieso altijd een zenuwleier, maar dit is natuurlijk weer iets wat ik nog nooit heb gedaan. En op een of andere manier voelt het ook als een hele grote verantwoordelijkheid. Ik wil het gewoon echt graag goed doen, dus ik hoop dat het lukt. Dus ja, ik ben best wel gespannen. Kunnen we alsjeblieft opschieten? Ik kan echt niet te lang hier met één iemand gaan staan. Hallo. Eva. Denise. Hoi. Junior. Koude hoofd. Eva. Oké, lieve luidjes. Ik ben Eva. Ik heb één verzoek voor jullie. En dat is dat je je mobiele telefoon allemaal eventjes hier op de stoel legt. Nee, je moet uitkijken, want sommige mensen kijken nogal aan je telefoon. Ik werd al warm toen ik zag dat ze de mobieltjes in moesten leveren. Ik had een soort van eindelijk gevoel had ik. Ik weet genoeg over mezelf. Ik hoef mezelf ook niet te horen praten. Wat ik graag zou willen is jullie een beetje leren kennen. En ik heb dat natuurlijk een beetje voorbereid. Junior, ik heb niks met voetbal. Wat mis ik? Waarom snap ik het niet? Voetbal is meer een mannen ding, denk ik. Is het zo? Dames waren kampioen, denk ik. Ik vind het echt seksistisch. Ja, het is echt zo, hoor. Maar de vrouw hier, hartstikke boos, hè? Dat hoor je. Ben je close met je moeder? Zou je het zo omschrijven, die verhouding? Jazeker. Vertel je haar veel over wat je denkt? Dat niet. Waarom niet? Ik praat niet over mijn gevoelens of over zulke dingen. En kunnen mensen wel bij jou terecht met hun gevoelens? Luister je daar wel naar? Ik luister wel, maar of ik het begrijp, weet ik niet. Gina. Ja? Gina. Kijk je graag televisie? Soms is het een leuk programma. Jade, hou op. Ik zucht niet eens om jou, vies kankslet, hou je bek. Hey. Ik val je echt zo aan. Dat soort taal wil ik hier, Jade. Echt zo aan. Jongens, prima als iemand geërgerd is over iets, maar dat soort taal wil ik hier echt niet. Doe normaal, joh, gek. Oké? Okay? Jij staat op Dumpert met je nakt. Jongens, dat zijn jullie toch opgevoerd? Het is zo makkelijk. Chillpil allemaal, even relax. Wat is er allemaal aan de hand? Luister, als jullie problemen met elkaar hebben, rot dan lekker op bij dit lokaal. Maar ga niet dit helemaal belemmeren of zo. Kom op, man. Ik ben niks aan het doen, hoor. Nee, ik doe jou. Eva laat geen ruimte voor verdere ophef en geeft de jongeren meteen haar opdracht. Ik weet niet wat jullie dachten dat dit was, maar dit is gewoon wat ik doe. Hier word ik voor betaald. Dit is mijn baan, om te praten met mensen. Verdeeld in groepjes van twee moeten de jongeren elkaar nu gaan interviewen. En ook al denken ze de anderen misschien al goed te kennen, echt doorvragen kan toch nog heel wat opleveren. Wat ik wil is dat je aan de hand van vragen iets bijzonders gaat ontdekken over de ander, wat je daarna hier gaat vertellen. En dat moet iets bijzonders zijn wat de rest nog niet weet. Jij? Ik. Gaat met hem. Oh nee, dat gaat drama worden. Je kan het. Nee. Ze hebben zoveel beef in de klas. Ik ga het proberen. Zit ik serieus op het grootste pijnpunt? Nee, niet de grootste. Ja, je moet toch wat uitgekozen. En dan ga je proberen samen te werken in plaats van te botsen. Hoe is je familieband? Nou, goed. Ja. Beetje meer informatie alsjeblieft. Ik ben enigste kind van mijn vader en moeder, maar ik heb 10 halfbroertjes en broers en zusjes en zussen. Ja. 10. Wow. Maar je hebt nooit echt een relatie gehad? Nee. En waarom niet? Ik ben onhandelbaar. Tahir, waarom wil je gevoelens nooit uiten? Vertrouw niemand. En waarom vertrouw je niemand? Er zijn dingen gebeurd waar mijn vertrouwen in iedere mens weggegaan is. Ook bij je familie? Oh, nee, geef moeder en vader niet. En de rest wel. Ik denk dat als een jong mens als Tahir zegt, met zulke stelligheid dat hij niemand vertrouwt en niemand wil vertrouwen, dan breekt mijn hart een beetje. Omdat dat is zoveel weerstand tegen alle vreugde van het leven, dat ik niet eens weet hoe ik dat dan moet uitleggen wat er niet goed aan is. Okay, ja, maar dat is natuurlijk een misverstand waar je niet mee moet willen leven. En als iemand er niet over wilt praten, wat moet je dan doen? Gewoon doorgaan? Ja. En gewoon als mens. Dus gewoon, ja, maar kijk, gewoon, je zit goed in elkaar, je luistert gewoon. Het is heel heftig wat hij zegt, ik ben er een beetje stil van. Hij zegt, mijn ouders deugen wel, die vertrouw ik, maar de rest van de mensheid niet. Ja. Oké, ja, maar waarom vertrouw je niemand? Ik ben vaak gebruikt. Voor wat? Over alles. De jongeren hebben 10 minuten gekregen om iets van elkaar te ontdekken dat de groep dus nog niet wist. Daarna mogen ze hun resultaten presenteren. Ik vroeg hem, wat is het ergste wat je hebt meegemaakt in het internaat? En dat was eigenlijk de film opgenomen. Hij heeft mensen neergestoken zien worden. En iemand is in elkaar geslagen door 20 man. Dus dat is wel
wel pittig. Ja, zeker. Het leeuwendeel van mijn werk bestaat uit het weghalen van barrières, van beleefdheden, van standaard antwoorden. En proberen die ui af te pellen tot je tot de kern komt. En deze jonge mensen gaan eigenlijk vrijwel direct tot de kern. Dat ik er af en toe helemaal stil van was. Dat ik dacht, oké, we slaan al die stappen over. Jeugdzorg was veel betrokken in het gezin. En vader was handtastelijk, seksueel. En ik zeg, hoe voel je je met het weinige contact? Ze is erg teleurgesteld, maar vooral boos. Want door hem heeft ze geen vertrouwen meer in mannen, jongens. Ik denk dat je van steen moet zijn om hier niet door geraakt te worden. En zij zullen een leven lang moeten vechten om zich hieraan te ontworstelen. Om zichzelf weer gelukkig te voelen, zelfverzekerd, noem maar op. En je begrijpt tegelijkertijd ook dat dit niet zonder consequenties is. Daarom zitten ze hier. Nou, als eerste wil ik even mededelen dat Tahir heel goed zijn best heeft gedaan. Dus applaus voor Tahir. Ik vroeg aan Tahir, waarom wil je gevoelens nooit uiten? En Tahir zegt, ja, ik vertrouw niemand. En toen zei hij, ja, ik ben vaak gebruikt voor onder andere dit. Als je iemand helpt en diegene laat je daarna gewoon vallen. Of geld, of wat dan ook, of weet ik veel. Dat vond ik zielig. Maakt niet uit, het komt wel goed. Daarna zei ik van, wil je weer een keer iemand vertrouwen? Toen zei hij, nee, ik vind het prima. Mijn mening daarover is dat je daarover liegt. Maar je moet zelf maar uitzoeken wanneer je klaar bent om dat, weet toch, te zeggen. Het is niet aan mij. En mijn laatste vraag was, voel je wel eens eenzaam? Hij zei nee. Maar daar geloof ik ook niet echt in. Maar dat is ook mijn mening. Als je ooit klaar voor bent om te zeggen, weet je toch, ik word gewoon tegen. Ja, zeker. Ik vind, kijk, het probleem met veel interviews is dat ze nergens over gaan. En dit gaat ergens over. Je durft ook gewoon de moeilijke dingen te vragen. En dit was gewoon maar kort. Dus ik vond dat je het echt heel erg goed gedaan. Door die kinderen zelf is het geslaagd. Nauwelijks door mijn toedoen. Ze waren betrokken, ze vinden wat, ze zeggen het ook tegen elkaar. Dus ik was blij verrast, echt.